zijn vandaag met de strijdwagen in Rotterdam, want hier is namelijk voetbalvaderdag in volle gang hier in de Kuip. Vind je het een beetje leuk met je vader hier? Ja. Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan? Heel veel voetballen. Heel veel voetballen. En je bent een meisje. Zit je zelf ook op voetbal? Ja. Hoe lang al? 3 jaar. Vind je jongens beter dan meisje? Nee. Ik zie hier dat je lekker aan het voetballen bent met uw zoon. Ja. Heeft u toevallig ook een dochter? Ik heb ook een dochter, ja. En voetbalt die ook? Die voetbalt niet, maar die wil wel gaan voetballen, zegt ze. En wat vinden we daar dan van als vader? Ik vind dat goed. Ja, ik denk dat het heel goed is voor de voetballen. Dan kan ze een beetje de energie kwijt. En het is ook een echte voetbalmeid volgens mij. Want wat versta je onder een voetbalmeid? Sterk. Heel sterk. Jullie zijn sexy, jullie zijn cool. Alle ballen in het doel. Citroen, citroen, citroen. De oranje vrouwen worden kampioen. Hoe kwam je op het idee om je vader hiermee te verrassen? Nou, eigenlijk stond het op Hives en ik vond het heel leuk om te doen, dus ja. En was je een beetje blij verrast, papa? Ik was aangenaam verrast. Zelfs toen ze het vertelden hadden we al zoiets van nou hartstikke leuk. En toen kregen we ineens de mail dat we uitgekozen waren. Nou, toen kon de dag niet meer stuk. Heb je ook wel eens het vrouwenvoetbal gezien? Ja. En wat vinden we daarvan? Ik vind het steeds beter worden. Dus ik vind het wel interessant om te kijken. Zeker naar het Nederlands elftal natuurlijk. Dat is ook, de echte competitie zie ik niet, maar het Nederlands elftal wel. Dat is hartstikke leuk. En jullie zien er nu hartstikke mooi in het oranje gekleed uit. Zitten jullie er straks ook zo bij op de bank om ze aan te moedigen? Ik denk het wel. Denk het wel? Is dat een deal, papa? Zeker een deal. Wij gaan ook nog naar het Nederlands elftal heren kijken in oktober. Dus dan gaan we de dames ook zeker aanmoedigen.